Hi, leuk dat je weer kijkt naar mijn YouTube kanaal. Het is avond. Nee, ik ben alleen thuis, dus sorry, ik heb net mijn gezicht schoongemaakt van de dag, de foundation af en zo, en nu gaan we opnieuw opmaken. Nee, we gaan een hoop producten gebruiken. Niks nieuws. Oude producten. Dat zijn geen oude producten. Niks is ouder dan een jaar ongeveer. Maar het zijn wel producten wat ouder. En die ik... Pardon. De laatste tijd wat minder gebruikt heb. Of na het testen helemaal niet meer gebruikt heb. We gaan beginnen met de L'Oreal Age Perfect. Dit is de Foundation Balm in de kleur 01 Fair. Het is heel fijn. En de reden dat ik die slecht gebruik, is dat ik ook heel veel andere dingen probeer steeds. Twee dipjes erin. Ik dip gewoon iedere keer één dipje erin en probeer het dan zoveel mogelijk uit te smeren. Het is een redelijk... Ja, nou kijk. Als je een vette huid hebt, dan vind je een balm sowieso niet prettig, denk ik. Even netjes doen, want ik heb mijn wenkbrauwen al gedaan. Maar het is een redelijk dekkend iets. Het is denk ik een medium dekking. Kijk, deze vlek en deze vlekken, die bedekt hij echt niet helemaal. Die illusie heb ik echt niet. Maar je kan hem wel opbouwen hoor. Maar deze vlek is gewoon echt moeilijk te bedekken. Dat is zo'n heftige rode vlek, dat wordt hem niet. Maar het zit er heel snel op. En het is, ik vind het echt, voor een droge huid is het een bijzonder fijn product. Dan heb ik de Maybelline Age Rewind Eraser. En dit is de Brightening Shade. Zo. Neem ik even mijn deze is echt een beetje roze, maar goed, ik hou er wel van. Ik heb een beetje op mijn hand gedaan voor als ik nog wat extra's wil toevoegen. En de reden waarom ik deze video eigenlijk maak... is om geheel tegen mijn eigen principe in... eigenlijk een beetje te laten zien van, je hoeft niet altijd alle nieuwe make-up te hebben, zeg maar. Je kan ook heel prima wat ouder product gebruiken. Ik gebruik de Revolution Makeup Cream Bronzer. Dit is ook de kleur... Ja, zal ik alles even oplezen? Moet ik even mijn bril...
constant hebben. De Ultra Cream Bronzer in de kleur Light. Doe ik het wel even zo. Soms heb ik een beetje moeite met het open krijgen van het product. Maar het is een super mooie bronzer. Ik heb een droge huid, maar een redelijk neutrale ondertoon. Zo. En dan heb ik heb veel Revolution producten eigenlijk. Ik heb ook de Super Dewy Blush. Heel veel Revolution. De Super Dewy Liquid Blush. Er staat alleen geen kleur op. Oh jawel. You got me blushing. Nou, zelfs met plus 3 kan ik het bijna niet lezen. You got me blushing. Het is een redelijke kleur. In die zin, het heeft ook echt veel kleur. Zal ik die met een stippelbrush proberen aan te brengen? Een beetje blush op je neusbrug, zo. Even mijn foundation brush, ik vind het iets te veel. Maar even de kantjes blenden. En ik stippel heel veel. Omdat je gewoon niet te veel wil trekken aan een oudere huid, zeg maar. Het is een heftige kleur hoor, absoluut. Het is echt een heftige kleur. Maar wel heel mooi. Ja, dan zijn we er al bijna hoor. Ik heb de Revolution Bright Light in de kleur Strobe Champagne. Dat is ook zo'n draaiding. Ik ben gewoon weer verkouden hoor. Ik heb niks tegen die sponsjes, want ik ben toch de enige die het gebruikt. Dus wat dat betreft, ik heb alleen altijd een beetje moeite met dit weer dicht doen en dan open doen. Ja, die doen we alvast even af. Dan heb ik de It Bye Bye Pores Pressed Poeder. En die doen we even. Oh, ik zie al een crease. Zo, en een grote
poeder brush. Doe ik altijd even afpoederen. Kijk, en het fijne is als je iets meer liquid blush op doet, is dat dat dan er doorheen blijft zien. Super handig. Even de wimpertjes krullen. En dan heb ik de Chanel. Noir Allure. Ja. In de kleur zwart ook. Dat is deze. Die kwam in november uit. Ik hou niet van die kunststofborsteltjes. Ik doe mezelf daar gewoon om de haverklap zeer mee. Nu die wat meer opgedroogd is, is het wel een fijne mascara. En voor de lippen, het zal wel een 10 minuten look kunnen zijn, heb ik de Catrice Volumizing Lip Booster. En dit is Moving the Berry. Ik heb ook Rosewood. Dat is eigenlijk mijn favoriet. Maar deze past mooier bij de blush. Hij moet volumizing, plumping zijn. Dat zei ze bij mij nooit. Maar je voelt wel het tingelen en zo. Wat vind ik? Ik vind de L'Oreal met de poeder er mooi uitzien. Ik vind het... Het is niet meer zo luminous als dat die opgaat. Maar het is wel... redelijk mat, maar wel gezond. Je ziet de glow er nog wel doorheen. Het is niet heel droog mat, zeg maar. En verder... zijn de producten allemaal wat ouder, maar voldoen verder gewoon prima. Je krijgt een hele mooie neutrale look eigenlijk ervan. Dit kun je, ik heb natuurlijk geen oogschaduw zo verder op. En dat doe ik eigenlijk ook niet op dagelijkse basis. Maar je kan met deze look naar de supermarkt. Maar je kan met deze look ook wat gaan drinken en uit eten en zo. Het is een hele veelzijdige neutrale look. En je hebt dus echt niet altijd heel veel producten nodig of alleen maar nieuwe producten nodig om iets te bereiken. En ik weet dat dat heel controversieel is, want ik koop ook veel make-up en ik wil ook graag nieuwe dingen uitproberen. En ik ben niet de gemiddelde consument, want ik gebruik het ook om jullie te laten zien wat en wat ik leuk vind en wat het voor mij doet. En ik ben... met vlagen wel kritisch, denk ik. Maar niet heel erg. Maar zeker als een gemiddelde consument. Je hoeft niet alle nieuwe dingen te hebben. Je kan ook zo her en der wat uitpikken, zeg maar. En je hoeft echt niet een stash te hebben zoals de meeste YouTubers. Om er altijd mooi en verzorgd uit te zien. Dit is niet een hele... over de top look. Laten we eerlijk zijn. Dit is niet dat je denkt, wow, wat zie jij er opgemaakt uit.
Tuurlijk zie je dat ik opgemaakt ben. Maar ja, weet je, ik ben opgemaakt. Als je heel neutraal wil zijn, dan moet je je ook niet opmaken. Dan is dat ook niet nodig. En no make-up. Ik hou ervan. Ik hou van de look van een no make-up make-up look. Maar ja, uiteindelijk heb je make-up op. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog echt tevreden met alle spullen die ik hier heb. En ik denk dat dat heel goed is. Ik geloof, ik zou deze look gewoon voor een everyday look kunnen maken. Ja. Ook de blush. Kijk, als je hem een beetje poedert, hij is nu niet meer plakkerig ook, dan is het gewoon prima. Dan kan die prima. En weet je, je hoeft geen liquid blush en poederblush te doen. Ik weet dat een heleboel dat doen en ik weet dat het allemaal. Maar het hoeft echt niet. En een iets heftigere blush en je poedert er overheen is die heel mooi gewoon. Het hoeft echt niet. En deze op TikTok gehyped, joh, wij gebruiken het al jaren. Je hoeft niet met iedere hype mee te gaan. Deze is prima. Deze is echt heel goed. Maar je hoeft niet met iedere hype mee. Want op TikTok wordt heel veel gehyped. Wat al eens is geweest. En dat is een beetje het TikTok-syndroom. Dat de jonge generaties zien dan nu dingen en denken, wauw, weet je wel. Terwijl wij denken, ja, maar dat heb ik al jaren. En dat is helemaal niet. En ineens wordt dat dan een hele hype. En dat is helemaal niet nodig. Maar goed, ik ga door. Dit was de look met oudere producten. Ja, laat eens weten wat je ervan vindt. Abonneer op mijn kanaal en laat een duimpje achter. Zou ik leuk vinden. En dan zie ik je weer bij de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei!